Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. En het is eigenlijk een historieupdate. 9 december 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag is de hele uitzending gevuld met deel 28 van de historie van onze hobby. Dat is het laatste deel dat over Heathkit gaat. Verder is er morsen en een SSTV afbeelding in PD90. Deel 28 van de historie over de zendhobby. Dit is de laatste aflevering dus over Heathkit. Eergisteren hadden we het over hoezeer de nieuwe SB-serie die Heath in 1965 in haar catalogus introduceerde op een serie apparaten uit die tijd van concurrent Collins leken. Ze waren echter wel lichter in uitvoering en doordat ze als kit geleverd werden ook een heel stuk goedkoper dan de Collins apparaten. Een jaar na de vorige keer al gemelde SB300 en SB400 zender- en ontvangercombinatie en een SB200 lineair met 700 tot 800 watt output, kwam Heath met een zendontvanger in dezelfde lijn voor de 6 meter band, de SB110. En de HA14, dat is een compact kilowatt lineaire versterker gebaseerd op de SB200, maar een stuk kleiner van formaat en met een externe gelijkstroomvoering, zodat deze compacte kilowatt ook mobiel gebruikt kon worden. Net voordat de deadline van de catalogus van 1966 sloot, voegde Heath in het midden daarvan nog een insert van 4 pagina's toe onder de titel Nieuw productnieuws, waarin een nieuwe 5-banden SSB-transceiver werd aangekondigd, de SB100. De SB100 en de verbeterde versies daarvan, de SB101 en SB202, zouden later tot de best verkopende amateurproducten van het bedrijf Heath gaan horen. Daar hoorde ook nog de HW100 bij, die later in een verbeterde versie als HW101 op de markt kwam. De HW100 kwam op de markt in 1969 en was een uitgeklede versie van de SB100, SB101 en SB102 serie. Ik kan me de SB102 uit mijn begintijd als zendamateur nog goed herinneren. Ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij was de HW101 toen ik net mijn aanmachtiging haalde ook al gewoon te koop. In mijn herinnering had dat apparaat geen schaal van 1 kHz, maar streepjes om de 5 kHz, uiteraard toen nog zonder digitale uitlezing. En was toen de grove frequentieaanduiding van dat apparaat samen met een iets lagere prijs de reden waarom ik een FT7 kocht en geen HW101. In de VS werd de HW-serie overigens vaak aangeduid als Hot Water serie. In de 3 jaar na 1966 bracht Heath ook nog diverse accessoires uit voor de SB-serie, inclusief een lineair met 1,2 kW uitgangsvermogen, de SB220. De SB400-zender werd iets verbeterd en daarna als SB101 geleverd. Een laatste nieuwe model in de originele SB-serie was de SB303-ontvanger, een vervanger voor de SB301 en de voorganger daarvan de SB300. Dit nieuwe model was geheel met halfgeleiders opgebouwd en zat daardoor ook in een kleinere behuizing dan zijn voorganger. In het jaar 2000 verscheen er trouwens in Hollywood een film, Frequency genaamd, met Dennis Quaid en Jim Caviezel in de hoofdrol en met in de verdere hoofdrol een SB301-ontvanger die in de film echter werd gebruikt alsof het een zendontvanger was, hoewel er in dat apparaat dus helemaal geen zender zit. Er is overigens nooit een SB302 uitgekomen, wel een SB300, een verbeterde SB301 en de kleinere SB303 in halfgeleide versie. Je zou kunnen denken dat de grote stap in technologie de reden is dat er een nummer werd overgeslagen, maar ingewijden bij Heath hebben wel eens verteld dat er een opvolger, net als de nieuwe ontvanger met halfgeleiders, zou komen voor de SB102. Die opvolger zou dan de SB303 gaan heten en daardoor zou voor SB303 gekozen zijn, zodat die nummers beter bij elkaar pasten. De halfgeleider SB103 zender is echter nooit verder gekomen dan het stadium van een voorstel. De SB-serie werd steeds verbeterd en bleef tot zeker 1974 goed verkopen. Rond die tijd verscheen er een nieuwe generatie, een volledig getransistoriseerde zendontvanger van Heath, de SB104, met een digitale frequentieuitlezing en eigen accessoires. Hoewel enigszins aangepast in design, toch duidelijk een familielid van de eerdere SB-generatie. De SB670, dat was een soort droom-antennetuner die geen lang leven was beschoren. Er zijn er weinig van gemaakt en de apparaten die verkocht zijn, die werden dus beschouwd als prototypes. De eerste serie van die digitale SB104 apparaten die werden geplaagd door technische problemen. Ik ken deze ook uit mijn eigen omgeving, waar iemand zo'n apparaat had. Al snel volgde een verbeterde versie, de SB104A. Op dat moment echter was de interesse van de klanten voor deze apparatuur al verschoven naar de Japanse apparaten, die even duur waren als de Heathkit modellen, maar die allerlei extra's hadden, zoals AM of zelfs FM, die op Heathkit SB en HW-series dus ontbraken. Apparaten die bovendien kant-en-klaar geleverd werden en dus niet meer zelf gebouwd hoefden te worden. Eind jaren 70 werd de stijl van de serie overigens aangepast, waarbij het groene motief werd verlaten dat lange tijd het handelsmerk van Heath voor deze apparaten was geweest.
In 1983 kwam Heathkit met hun laatste amateurbouwpakket, de HW5400. Zendontvanger, geheel in halfgeleiders met 100 watt vermogen van 160 tot en met 10 meter, inclusief de warkbanden. Er was ook een bijpassende voedingsunit voor bij het apparaat. Vanwege de lage prijzen en een steeds ingewikkelder wordend productieproces was zelfbouw simpelweg niet meer haalbaar. Heathkit begon vervolgens kant-en-klare apparaten aan te bieden zoals de SS9000, geheel halfgeleider met een frequentiesynthesizer en 100 watt uit. Voor de kant-en-klare apparaten werd niet meer de naam Heathkit gebruikt, maar gewoon de naam Heath. Van dit apparaat zijn er volgens recente gegevens uit onder andere een Yahoo gebruikersgroep van deze apparaten dus slechts in totaal 375 geproduceerd. Begin jaren 90 verliet Heathkit dus de bouwpakkettenmarkt geheel ook voor de andere producten, totdat na het faillissement bij een recente herstartpoging tot aan nu dus weer enkele bouwpakketten worden geleverd. In de SSTV-afbeelding van vandaag de minder bekende HW5400 en de SS9000 van het merk. Ik heb nog geen idee waar ik volgende week mee verder ga. Het zou de zaak Radio Shack, Tandy kunnen zijn of MFJ of een van de andere merken. Ik trouwens nog even aan de late uitzending vanavond op PI3 UTR. Dat is vanaf 10:30. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.